applaus gekomen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het applaus is daar voor niemand minder dan Johannes Kooistra. Deze Johannes Kooistra, afkomstig uit Sint-Johannesga. Ja, hoe kan het ook anders? Uit het pittoreske Friesland. We blijven zwaaien, jongens! Iedereen zwaait met z'n allen naar deze ballonvader, naar Johannes Kooistra. Samen met zijn passagiers. In het jaar 1999 heeft hij zijn brevet gehaald. Meer dan 2000 vaaruren op zijn naam staan. En ja, deze Johannes Kooistra heeft ook een zogenaamde cloudhopper. Een cloudhopper wil zeggen dat welbekende bankje onderaan een hete luchtballon. En dan gaat hij ballonvaren in zijn uppie. Neemt hij zijn fiets mee. Ja, en als hij zijn fiets dan meegenomen heeft, dan op enig moment zet hij de landing in. En dan gaat hij op zijn fiets weer terug. Haalt hij de auto op met de kar. En vervolgens gaat hij dan weer lekker naar huis. Johannes Kooistra in zijn dagelijks leven is hij molenaar, reparateur. En vanavond dus opgestegen in de hete luchtballon van Vincent van Gogh. Ja, dit is een plaatje. Adembenemend mooi. En dat is natuurlijk geweldig wat we hier zien. Het grote hoofd van Vincent van Gogh. De PH Gogh. En dan, dames en heren, jongens en meisjes, dan zijn we nog lang niet aan het eind gekomen, hè. Maar hebben we het mooi gehad, hebben we het super gehad, hebben we het fantastisch gehad. Die nog lang niet afgelopen is natuurlijk de avond. En dat betekent dat we zo dadelijk toch een applaus gaan geven waar u tegen zegt. Tegen de organisatie van Ballonfestival Graven. Tegen al die vrijwilligers, tegen die piloten, tegen de ballonvaders, de crewleden.